mijn schoonzoon is aangevallen, mijn dochter is uitgescholden. En nou blijkt dus gewoon dat je als Nederlander, terwijl je in je eigen land wordt aangevallen, volkomen rechteloos bent. Dat geeft een heel frustrerend gevoel. Het echtpaar durft niet zelf voor de camera. De schoonmoeder van het slachtoffer is woedend over de beslissing van justitie. Deze man kan gewoon niet voor de rechter gebracht worden. Mijn schoonzoon is onschuldig, dat is duidelijk. Maar voor de rest stopt het daarmee. En dan ligt het bij Buitenlandse Zaken. En die zouden eventueel daar iets mee kunnen doen. Maar die vinden de zaak niet groot genoeg om de diplomatieke onschendbaarheid op te heffen. Bij deze supermarkt ontstond in december ruzie. Het stel wilde hier een auto parkeren, maar de diplomaat die blokkeerde met zijn zilvergrijze BMW hier de weg. Ze toeterde, die diplomaat stapte boos uit, er werd gescholden, er werden rakenklappen uitgedeeld, maar de boel werd ook weer gesust. Vervolgens gingen ze boodschappen doen en toen ze naar huis reden, werden ze achtervolgd door de zilvergrijze BMW. Het stel werd klemgereden, de diplomaat stapte opnieuw uit, gaf een paar flinke trappen tegen hun rode auto. Stapte in zijn eigen auto en reed weg. Het heeft ze enorm aangegrepen. En mijn schoonzoon is echt niet een mietje die zich zomaar in de hoek laat duwen. Maar op het moment dat je met een diplomaat te maken hebt, dan hou je je handen wel thuis. Want je weet dat jij degene bent die dan uiteindelijk aangeklaagd gaat worden. Alle hoop is nu gevestigd op het beroep dat is ingediend. Je kan officieel in beklag gaan dat deze man niet vervolgd wordt. Nou, dat beklag ligt er. Daar hebben we een schrijven van gekregen dat dat 6 maanden gaat duren voordat dat in behandeling genomen kan worden. De zaak sleept zich dus voort tot grote ergernis van de slachtoffers. Van Buitenlandse Zaken zeiden ze op een gegeven moment van ja, maar als het een Nederlander was geweest die je had aangevallen, dan had hij waarschijnlijk ook maar een taakstraf gekregen. En dan had hij ook een boete gekregen. En dat is natuurlijk wel zo. Het gaat ook niet om de straf. Het gaat erom dat je het af kan sluiten.